Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er weer met een Action Shoplog en het is best wel veel, maar het is ook een shoplog van 2 maanden. Ik ben namelijk in oktober bij de Action geweest en in november ben ik ook bij de Action geweest een paar keer. Dus vandaar dat ik de spullen bij elkaar heb gelegd en dat het iets meer is geworden. Dus ik ga je in deze video laten zien wat ik de afgelopen 2 maanden bij de Action heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten zoals altijd in beeld neerzetten. Als iets in de aanbieding was, zal er een sterretje voor staan. Ik begin even met een paar items die mijn moeder eventjes voor mij bij de Action had gehaald. Want ik had nog wat dingen nodig. Een van die dingen is een nieuw wasrek. Ik heb gewoon zeg maar over mijn deur altijd een wasrek hangen. Want er zijn gewoon een aantal dingen die niet in het droog kunnen. Ik heb gewoon een aantal dingen waarvan ik weet dat het niet in de droger kan. Dus die droog ik dan in huis. En ik had zo'n wasrek, maar mijn wasrek die was helemaal slecht. Die viel van ellende uit elkaar. Dus ik had een nieuwe nodig. Dus toen is mijn moeder even geweest en die heeft een zwarte gekozen. Dat vroeg ze aan mij of ik een zwarte wilde. Die wilde ik wel, dus ik heb allereerst een nieuwe wasrek. Kan ik die morgen gaan gebruiken. Ze hadden ook nog de witte met blauwe. Die heb ik nu. Maar ik vond zwart ook wel heel erg tof eigenlijk. Dan nog zo'n basic items. En dat zijn zakken voor de stofzuiger. Ik heb deze altijd. De verpakking is iets vernieuwd. Want ik had zelf nog zo'n oude doos. Maar ze zijn dus iets vernieuwd. Ik heb zelf een Miele stofzuiger en ondanks dat er eigenlijk wordt aangeraden om echt de originele zakken te kopen, gebruik ik ze van de Action. Het werkt voor mij echt super goed. Die originele zakken die zijn zo duur, daar word je niet blij van. Maar de Action zijn ze gewoon super betaalbaar. Dus ik heb gewoon ze van de Action, want ik vind ze prima daarvan. Dan heb ik een item waar ik heel blij van word. En ik heb meer make-up, maar dat is al het nieuwe paletten van Max & More. Dat is het paletten Euphoria. Het was heel bijzonder. Ik zag dat dit paletten uit was gekomen en ze waren toevallig die week ook in de aanbieding. En bij mijn moeder was die er al gewoon, dus ik heb nu deze. Dit is dus de nieuwste. En die heeft dit soort kleuren erin zitten. Heel leuk. Er zitten ook reliefjes in nu. Dit is een palet wat echt net recent is uitgekomen. En het valt mij heel erg op dat de kleine Action filialen ze veel sneller heeft dan de grote Action filialen. De Action waar ik vaak kom, die is wat groter. Daar heb ik echt heel veel nog niet gespot. Maar deze hadden ze dus al. Dus ik was heel blij dat mijn moeder deze voor me had gevonden. Want dat had ik gevraagd. Dan heb ik ook een nieuw jurkje nog gekocht. Dat is deze. Het is een zwarte jurk met een heel zacht stofje. Ik vind het in de winter ook heel erg leuk om jurkjes te dragen. En ik doe dat ook graag. Maar jurkjes moeten wel lekker een beetje warm zitten. En toen zag ik deze. Die vond ik heel leuk. Die vind ik altijd fijn. Je kan bij Action altijd even voelen of dat hoe iets voelt, zeg maar. En je had hem volgens mij in 2 kleuren, maar ik ben gewoon voor zwart gegaan. Het is een heel lekker zacht stofje. Je moet toch even een goede legging weten te scoren. En dan zit dit van de winter ook gewoon heel erg lekker. En het staat ook net wat leuker, vind ik zelf. Altijd. Dan gaan we naar het volgende tasje. Dan heb ik een standaard voor mijn telefoon. En hier zit zo'n anti-slip op, zeg maar. Maar hier kun je je telefoon opzetten. Ik kan hem even pakken. En dan kun je hem, het ligt er wel een beetje aan hoe groot hij is. Kijk, die van mij past erop. Je kunt hem er zo opzetten, maar je kunt hem er ook zo opzetten. Ik vind het nog wel eens fijn als ik bij de laptop aan het werk ben aan tafel, dat mijn telefoon, die ligt soms overal te vallen. Ik dacht dat ik gewoon niet standaard zo bijzetten, kan mijn telefoon erop staan. Ik kan ook mijn iPod opleggen voor mijn muziek. Er zit dus een poot aan, maar die poot die zit dus in de doos. Want zo zie je hem dus eventjes echt. Hier staat wel een wat kleinere telefoon op voor mijn gevoel. Maar ik had, omdat ik al eventjes kon passen, want je kunt hem als het ware een soort van eromheen klemmen, staat hier. Maar dat wilde bij die van mij niet. Er staat eigenlijk op dat hij geschikt is voor toestellen tot 8 inch. Je kunt hem ook nog in hoogte verstellen. Dus dat vond ik wel gewoon een fijn item om erbij te hebben. Dan heb ik een USB-C hub met 4 poorten. En dat is deze.
heel veel dingen werken tegenwoordig met USB-C. En hier kun je dus twee USB-kabels in doen, maar ook een USB-C-poort. Soms heb ik gewoon dat ik meerdere dingen tegelijk moet opladen. En dat is gewoon heel lastig, want mijn telefoon gaat USB-C. Andere producten nog wel op USB. En dan kom ik gewoon soms wat dingen tekort. Maar nu hebben ze dus ook van deze handige toeltjes daarvoor. Dus dan kun je gewoon meer dingen tegelijk opladen. Je had hem ook in het wit. Ik heb een zwarte gekozen. Het is eigenlijk plug and play. Je hebt dus twee keer een USB en twee keer een USB-C poort. Dus dan kun je gewoon met opladen weer wat verder. En dat vind ik zelf wel heel handig. Dus dat, die leg ik gewoon bij mijn, in mijn slaapkamer erbij. En dan als ik moet opladen, dan kan ik gewoon meerdere dingen tegelijk opladen. Ik had wel zo'n oplader met meerdere USB-C poorten, maar die valt een beetje uit elkaar. Of eigenlijk USB poorten waren dat, er zat nog geen USB-C in. Maar die valt van ellende een beetje uit elkaar. Dan heb ik deze bak gekocht. Het is een storage box. En hier wilde ik mijn rietjes in gaan doen. Ik heb van die herbruikbare rietjes. En die liggen nu overal te vallen. Wat echt me heel erg irriteert. En ik dacht, ik moet gewoon eigenlijk een bak hebben waar ze in kunnen. En ik heb wel voor de grootste gekozen. Want hier passen denk ik de rietjes wel in. Ik gebruik tegenwoordig alleen nog maar weer rietjes met het drinken. En omdat ik dan toch de herbruikbare rietjes gebruik. Omdat die andere rietjes, die van karton of papier, dat vind ik helemaal niks. Dus ik dacht, ik moet even een box hebben voor mijn rietjes. Dus deze leek me wel geschikt en lekker groot. Ga even het tasje op schoot zetten. Dan heb ik een tubetje met lijm. Ik ben eigenlijk op zoek naar lijm die een beetje wit van kleur is. En ik had het idee dat dat deze was. Ik lijm nogal wel eens wat dingen en ik merk gewoon dat lijm heel snel opgaat. En ik heb ook wel van die creatieve lijm geprobeerd die ik eens een keer heel goedkoop had gekocht bij een Zeeman of zo. Maar het werkt gewoon niet zo goed. Dat gaat deze eens proberen. Je had hem in twee varianten, maar ik heb gewoon voor deze gekozen. Er staat van alles op wat ik niet kan lezen, want het is allemaal super klein. Maar ik ga het gewoon eens proberen. Misschien dat het wel goed werkt. Dan heb ik een aantal nieuwe stempeltjes. Ik moet ze even eruit halen, want het ligt overal te vallen. Ja, ik heb ze gevonden. Ik heb allereerst een mooie zonnebloem gevonden. Deze deed me heel erg denken aan mijn opa. Is het een zonnebloem? Ja, volgens mij wel. Ik vond het in ieder geval een zonnebloem lijken. En die deed me dus heel erg denken aan mijn opa. Dus ik dacht, die wil ik gewoon graag hebben om nog eens ergens bij te verwerken. Vond ik gewoon wel mooi. Ik vind de stempels van de Action gewoon heel erg leuk. Dus dat is die. Dan heb ik ook deze luchtballon. Dat is voor mij ook een soort jeugdsentiment. Ik ben in mijn leven al 2 keer in een luchtballon geweest. En het leek me wel leuk om dat ook erbij te kunnen verwerken. Leuk met bloemen erbij. En dat is ook altijd leuk op een kaartje of iets. Dus die. En ik vond deze heel erg leuk. Dat is een kat in Hawaii-stijl een beetje. Dus die vond ik ook wel super leuk. Ja, zoals jullie weten ben ik dol op katten. Dus deze vond ik ook super leuk met die zonnebril erbij. Dan heb ik nog een nieuw luchtje gekocht. En dat is van Vigenci. En dit is de Amenity. En dit is een handtasje. En ik vond die zo leuk, dat handtasje. Ik dacht, dat mag bijna niet ontbreken. Ik heb echt geen idee hoe die eruit. Er stond geen tester, maar hij ziet er gewoon wel super tof uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe die ruikt. Er zit er best wel veel in. 100 milliliter en hij is vegan. Maar ik vond gewoon dat vorm heel leuk van dat handtasje. Dus ik dacht, dat was wel bij mij. Het aanbrengen weet ik niet of dat makkelijk gaat zijn. Want ik zit hier natuurlijk de spuit waar het uitkomt. Maar dat gaan we wel proberen. Ik ben er wel benieuwd naar. Nou, zoals ik al zei, ik had wat meer make-up. Want er was nog een palette die ik nog niet had. En dat is het Papillon palette. En dat is deze, ook van Max & Moore. Die is er ook nog niet zo heel lang geleden bijgekomen. Heb ik ook echt maanden al naar lopen zoeken, kon ik niet vinden. Ook deze vind ik dan toch bij een kleine Action filiaal. En deze heeft dan weer van deze kleurtjes erin. En ik vind het heel leuk, want ik zie dus heel duidelijk dat de paletten vernieuwd zijn. Omdat er nu wat afbeeldingen ingeperst zijn. Dus ook weer hele leuke kleurtjes. Hier ga ik uiteindelijk ook nog video's over maken. Maar hier was ik ook wel heel blij mee dat ik hem gevonden had. Ik vind het gewoon heel erg leuk om toch al deze paletten te proberen.
En nu heb ik mooi alweer de twee nieuwste in ieder geval in de pocket. Er zijn er ook nog een paar die ontbreken, maar die heb ik echt letterlijk nooit kunnen vinden. Dus ja, dat weet ik dan ook niet. Dan gaan we door naar de volgende tas. En daar haal ik deze uit. En dat is de adventskalender van Max & More. Dus de beauty adventskalender. Als je mijn vlogs langer volgt, weet je dat ik eigenlijk bijna elk jaar wel zo'n kalender koop. Omdat het gevoel... Ik heb zelf nooit echt zo'n kerstgevoel. En ik heb dan toch zoiets, met zo'n kalender leef je er toch nog wel een beetje meer heen. Ondanks dat ik mijn huis heel leuk versier met de kerst en zo, ontbreekt het echte kerstgevoel. Maar ik heb dus nu weer zo'n kalender gekocht. Ik ga de achterkant niet laten zien. Want volgens mij staan er al wat producten op en daar wil ik zelf ook niet naar kijken. Ik weet ook dat heel veel mensen deze kalenders dan al hebben unboxed, zeg maar, in een video. Daar kijk ik ook expres niet naar, want ik wil gewoon echt verrast blijven wat erin zit. Dus die kunnen we dan echt weer lekker gaan openmaken. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dan heb ik twee nieuwe giletjes. En dit zijn de teddy giletjes. Als je mijn vlogs volgt, dan weet je al dat ik een teddy gilet had. En ik heb een zwarte en ik vond het zo fijn om er nog een witte bij te hebben. En toen zag ik heel toevallig dat Action ze had. Ik had er al eventjes naar gezocht. Op dat moment waren ze allemaal uitverkocht, want ze gaan heel hard. En toen zag ik ze eindelijk hangen en ik heb ze dus gekocht. Als ik ze op internet had moeten kopen, was ik er drie dubbele kwijt geweest. Deze waren zo goedkoop dat ik de twee kleuren die ze hadden ook heb gekocht. Dus ik heb een lichte. Ja, ik vind het gewoon heerlijk zitten, weet je wel. Gewoon lekker over een trui of over een leuk jurkje. Dus ik heb een lichte genomen. Ze zijn zo low budget bij de Action. En ik heb ook de bruine variant genomen. Die vond ik ook wel heel leuk. Dus nu heb ik gewoon twee kleuren. Dus ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Leuk om te combineren. Ik heb wel het idee dat het iets anders aanvoelt als mijn andere, maar deze zijn ook nog niet gewassen. Want deze komen natuurlijk rechtstreeks uit de winkel. Ik denk wel dat ik ze even ga wassen voordat ik ze ga dragen, want dat vind ik toch altijd prettiger. Maar daar ben ik echt super blij mee. Dan heb ik deze Diamond Painting Essential Kit gekocht. En dat is gewoon een opbergdoos waar allemaal essentials in zitten voor diamond painting. Ik had deze al even gezien en elke keer als ik toe kwam was die op. Maar wat zit er nou in deze set? Er zit een pen in en er zit licht in. Dus de pen die je hierbij ziet, daar zit licht in. Wat diamond painten ook natuurlijk gelijk makkelijker maakt. Je krijgt ook een aantal opzetstukjes erbij, waardoor je... je krijgt ook een roller, waardoor je dus meerdere... Je zie je hier, dan kun je dus meerdere steentjes op een rij aanbrengen. Ik weet niet of ik dat echt fantastisch vind, maar die zit erbij. Je krijgt gewoon een aantal andere hulpstukjes erbij. Dan krijg je vier treetjes. Gewoon dat zijn deze, waar je de steentjes in kunt doen. Je krijgt ook een taperol erbij. Ik weet niet helemaal precies, het is plakband. Ik weet niet zo goed waar je dat voor moet gaan gebruiken, want ik gebruik eigenlijk nooit plakband bij diamond painten. En je krijgt dus zes bokjes, dat zijn in totaal 24, waar je weer 24 steentjes in kwijt kunt. Hier kun je het zien. Hele goedkope setjes en ik ben er echt heel benieuwd naar. Het is gewoon heel handig, want je kunt de doos kun je weer dichtklippen, dus je kunt hem ook makkelijk meenemen. Vond ik echt heel erg handig, dit item. Dan heb ik nog een handig item en dat is dit opbergboxje voor mijn Pro Controller, voor mijn Switch. Het was heel bijzonder. Ik wilde graag eigenlijk wel zo'n boxje hebben, want als ik hem een keertje mee wil nemen, dacht ik, nou, dat is echt ideaal. En ik had in eerste instantie al gekeken bij een Temu en een AliExpress en ik had hem bijna besteld. En toen zag ik ineens dat Action ze had en daar waren ze een stuk goedkoper. Het is gewoon een box, die kun je open doen. Je kunt er zowel de controller voor de Nintendo in doen, de PlayStation als de Xbox. En hier past hij dan in. Er zit zelfs ook nog een net opbergvakje waar je bijvoorbeeld een snoertje in kwijt kunt. Hier kun je dan je controller in doen en dan kun je hem op een veilige manier vervoeren. Ja, ik was er helemaal blij mee toen ik hem zag, want voor de prijs die de Action hem verkoopt, daar kun je hem bijna niet voor vinden. Dan heb ik nog een item en je had deze al even kunnen zien. Ik heb hem al een beetje hier uit elkaar gehangen, zie ik. Ik moet even kijken hoe ik dat weer goed krijg. Die heb ik ook al in de Vibra shop nog laten zien. Maar toen zag ik dat ze Actions ook had. En dacht ik, misschien is het leuker om er twee mee te nemen. Ik weet alleen niet hoe ik dit nu weer goed vast krijg. Dat moet ik eventjes gaan bedenken.
Ik vraag me wel af hoe de vogels dus hier hun eten uit gaan halen. Hier kunnen er pindaatjes in. Ja, je vult hem gewoon naar de bovenkant. En dan kunnen ze als het goed is die pinda's er doorheen halen. Maar ik heb dus ook al van die dingen gezien. En daar zitten aan de onderkant openingen. Waardoor ze heel makkelijk kunnen eten. Dus ik vraag me af of dat lukt. Je moet niet de bovenkant open laten staan, lijkt me. Maar dat ga ik wel even doen. Want dan ga ik het even vullen. Dan ga ik het op een balkon ophangen. Want ik vond het gewoon leuk om de diertjes te helpen. Dus dat is gewoon weer zo'n voeder. Ja... storage eigenlijk. En deze is dus voor nootjes. Want je ziet er ook wel nootjes in zitten. Dan heb ik ook uiteraard nootjes gekocht. Dit zijn pindaatjes voor de vogeltjes. Want ja, je kunt wel leuk zo'n storage boxje hebben. Maar dan moet je natuurlijk ook kunnen vullen. Dus dit zijn rode pinda's. En er zit ook energie in. En die ga ik dus in die box doen. Dus dat is deze. Setje met spekboeken. En ik weet wel dat ik die in die andere kan doen, want ik zie geen mogelijkheid om die op te hangen. Ja, hier zit geen net aan, dus ze moeten sowieso in zo'n ding. Maar ik heb er dus nog één, dan kan ik die mooi ophangen en dan doe ik daar de spekboeken in. Ja, leuk om. Ik zou het dan zo leuk vinden als ik wat vogels op mijn balkon krijg die daarvan gaan eten. Dan heb ik nog even twee setjes met karton meegenomen. Ik gebruik dit heel vaak in mijn bullet journal om op te schrijven mijn verhalen. Je kan ze ook voor kaartjes gebruiken. Dus ik heb twee kleuren meegenomen. Het gaat er best wel hard doorheen. Het enige wat ik mis is dat ze niet echt een kleur hebben waar bijvoorbeeld zwart in zit. Maar gelukkig heb ik een heel boek gekocht met zwart papier. Dus deze kan ik daar dan ook voor gebruiken. Maar ik schrijf er dus ook heel veel op. En dit zijn dan de pasteltintjes een beetje. Hier zie je de kleurtjes die erin zitten. En ik heb hier meer de donkere kleuren. Dus ik vind het altijd wel leuk om daar twee verschillende van te hebben. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dan kom ik deze douchegel tegen. En deze is van 100 jaar Disney. Hoe leuk. Ik hou ook heel erg van Disney. Je kunt hem ook in het bad doen. Maar hier staan dus allemaal dingen op. We hebben hier Minnie Mouse. Vraag me niet allemaal wie is. Ik zie Stitch. Ik zie het visje van de Finding Nemo. Winnie. Ja. Olaf staat er ook op. Nou, superleuk. Maar het is gewoon lekker om weer te gebruiken in de douche. Ik raak een beetje door mijn douchegel heen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik er zo eentje van 100 jaar Disney. Die vond ik gewoon heel leuk. Dan heb ik een brow stylingswax gekocht. Die hadden ze nu ook nieuw. Die had ik ook nog niet eerder gezien bij de Action. Ik dacht, hé, dat vind ik wel interessant om te proberen. Ik heb wel van dit soort producten. En voornamelijk heb ik ook wel van die brouwzeep, zeg maar. Het is gewoon wax, dus ik ben wel benieuwd hoe dit bevalt. Leuk om te proberen. Het is nooit zo heel duur bij de Action. Het zijn altijd van die leuke dingen om eens eventjes te gaan proberen. Dan heb ik nog eventjes weer de Treft afwasmiddel gekocht. Tegenwoordig zweer ik echt bij de afwasmiddel van de Treft. Vroeger gebruikte ik eigenlijk heel vaak gewoon het goedkope merk. Maar ik merk dat mijn sop heel snel doodslaat. En ik gebruik tegenwoordig Treft. En gelukkig dat Action dit verkoopt. En het is niet heel duur. Dit was volgens mij een van de goedkoopste die er was. En dit is de granaatappel. Dus ik heb gewoon twee keer granaatappel gekocht. Het zijn gewoon dingen die je nodig hebt, weet je wel. Ik moet altijd afwassen, dus het gaat er bij mij wel hard doorheen. Dus ik heb gewoon twee keer de granaatappel meegenomen. Omdat het gewoon heel fijn is om weer in huis te hebben. Dan heb ik nog drie setjes met leuke kerststempeltjes. En dat zijn deze onder andere. Hier staan ook wat leuke teksten op, zoals Let It Snow. Maar je hebt ook gewoon een rendier. Ik zie zelfs een egel met een sjaal om in een kerststijl. Sneeuwmannen, ook een hele leuke pinguïn. Dus dat is die. Dan hebben we deze, die zijn ook echt super schattig. Dat hebben ze heel vaak bij de Action. Rond de paastijd hebben ze vaak leuke stempeltjes en ook rond de kersttijd. Dus dat zijn deze. En welke ik ook wel heel erg leuk vond, dat zijn deze. Wat meer met een kerstbal. En dit zijn ook echt, ja, een kerstmuts, dat soort dingen. Dus die vond ik ook wel echt super leuk.
En het laatste item wat ik dan heb gekocht, dat is het Ultimate Makeup Palette van Max & More. En dat is deze. En dit is dus een palette en hier zitten meerdere producten in. Je hebt twee blushjes, een bronzer en een highlighter. En dus allerlei oogschaduwkleuren. En ook wat producten voor de lippen. Het ziet er dan zo uit. Je hebt een heel groot palette met hier de producten voor, het gezicht, de oogschaduw en hier dus een aantal lipproducten. Je krijgt dus twee lippotloodjes en twee lipglossjes en er zit dan een spiegeltje in. Ik vond dit ook gewoon een super leuk paletje. Dus ik zag deze en ik dacht, oh, dat vind ik wel echt super leuk. Dus die heb ik ook gekocht. Hij ruikt ook helemaal lekker. Als ik hem openmaak, ruik ik gewoon echt puur make-up. Misschien is het leuk om hier ook nog een look mee te maken. Ik zie wel dat hij een beetje poederig is, maar hij zit verder nog dicht. Hij is verder niet gebruikt. Dus ja, het is gewoon lekker, ook zo'n leuk palet om bijvoorbeeld cadeau te geven. Dus dat is deze, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Nou, dan waren dit al mijn aankoopjes die ik heb gedaan bij de Action. Omdat het alweer even geleden was, was het voor mij op een gegeven moment ook alweer even een vraag. Wat zit er allemaal in? Maar ik ben er in ieder geval weer heel blij mee. En ik kan nu lekker de producten gaan gebruiken en op gaan ruimen. Dus dat is wel heel fijn. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik bij de Action heb gekocht. Mocht er een item zijn wat je leuk gevonden hebt natuurlijk, want dat is altijd heel verschillend. Ik kan eigenlijk niet kiezen, want er zitten gewoon dingen bij die ik nodig had. Sommige producten die wilde ik gewoon heel graag hebben. Dus ja, ik ben er in ieder geval weer heel erg blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rode in mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!